Vaco-gamers, Lars hier. Welkom in een nieuwe tijd voor ons Atlanen. Welkom op Nieuw Atla. Tenminste, wij denken dat we het Nieuw Atla gaan noemen. Misschien heb jij wel een heel andere naam. Dat kan natuurlijk, die willen wij altijd heel graag weten. Hey, maar wat is Nieuw Atla precies, hoor ik je denken? Nou, ik zal het je vertellen. Nieuw Atla, dat is een nieuw ontdekt land dat wij als Atlanen ontdekt hebben. We zijn natuurlijk gisteren op zoek geweest naar het gouden ei van Atla. En dat hebben wij op dit eiland gevonden. En toen dachten wij van, het zou eigenlijk wel leuk zijn als we dat eiland ook gewoon eens konden koloniseren. Dus dat hebben we gedaan. We hebben het eiland ingepikt. Het is nou helemaal van ons. En wij kunnen hiermee gaan doen en laten wat we willen. Zolang we maar respect hebben voor het grote gouden ei wat we gevonden hebben. En natuurlijk voor kippen die in nood zijn. Hallo kip. Hallo jongen. Hé hey, Mattie. Heb jij het weer gered? Buig, kipje, buig. Nou, we hebben hier nog... Kijk, die kip lui uit zijn ogen. We hebben hier natuurlijk nog geen grote heilige kip. En die andere kip die we hadden, die is nog steeds afgefikt. Dus daar heb ik niet zo heel veel aan. We moeten dus weer een nieuwe heilige kip hebben. Of we moeten het bij het grote heilige ei houden. Dat kan natuurlijk ook. Dat er uit het grote gouden ei weer een nieuwe heilige kip komt. Moeten we even over nadenken, want daar weet ik nog niet precies hoe we dat gaan doen. We hebben natuurlijk wel wat plannen met dit eiland. We willen er bijvoorbeeld een hele grote... Of een heel groot jungle fort op gaan bouwen. Dat is één. Staat eigenlijk bovenaan het verlanglijstje. Want de verdediging van Atla, daar is de laatste tijd nogal weinig aan gedaan. We liggen liever op onze luie reet een cocktailtje te drinken. Dan dat wij aan onze verdediging werken. Dus dat staat op nummer 1. We wilden een grote haven hier bouwen. Want het ligt een ontiegelijk eind van Atla zelf af. Je kan Atla vanaf hier niet eens zien. Zover dat het hierop ligt. Dus we moeten iets hebben waar mensen aan kunnen meren. Nou, een grote haven, dat zou natuurlijk leuk zijn. Groot heilig ei, groot heilig ei. Dat staat op nummer 2. We hebben een railroad, oftewel een treinrails, helemaal aangelegd naar Atla zelf. Dus dat betekent dat we, oh heilig ei, dat we gewoon heel snel heen en weer kunnen rijden. Het is een ontiegelijk groot taffes eind, dus we doen er wel eventjes over. En daarom zal ik dat soort stukjes ook niet laten zien in video's en zo. Dat is echt niet spannend gewoon. Ik weet nog steeds niet wat dit hier allemaal doet. Kijk, hier ligt allemaal aan deze kant. Hier ligt allemaal redstone. Als jij weet wat dit betekent, zeg het alsjeblieft even in de comments neer. Want ik weet echt niet wat dit betekent. Ik weet ook niet wat dit betekent. Kawaii kalala balabalabala boeloboeloboelo. Dat weet ik ook niet. Ik heb het nog steeds niet kunnen ontcijferen. Ik weet echt niet wat het is. Oh, groot heilig ei. David heeft er niks over verteld. Het zal waarschijnlijk iets te maken hebben met de storyline van Atla. Oh, heilig ei. Maar dat weet ik dus allemaal nog niet. Dit was van Stavros, voordat hij opgeblazen werd door een creeper. Dus dat ging ook helemaal perfect. En verder, ja. Dit is gewoon het nieuwe eiland. We kunnen een nieuwe start gaan maken met Atla. En we wilden... Ik ga gewoon lekker even met mijn creative mode die ik nog steeds heb. Ja, weet ik. Foei. Ga ik even terug naar waar we begonnen zijn. Want hier is natuurlijk het strand van Atla. En je had ook wel gezien in de andere video's dat we het vorige strand van het vorige eiland helemaal volgebouwd hebben. Met allerlei onzin. Er stond een toren midden op het eiland. Er stond een bunkertje. Er stond een paar katapulten. Er stond een rare toren waarvan ik zelf niet eens weet wat ik er nou eigenlijk mee wilde zeggen. Dus dat willen we hier niet. We willen dat dit eiland sowieso het strand vrij blijft. Grotendeels. Misschien dat er wel een paar paadjes komen of dat soort dingen. Maar hele grote bouwwerken op het strand willen we eigenlijk niet. Want dit moet gewoon echt een nieuw eiland blijven. Een paradijsje. En Atla, het was nog steeds wel een paradijsje. Maar niet zo heel erg als dat het ooit was. Dit eiland is echt nog puur. Dit eiland is echt nog helemaal mooi. En dat willen we ook echt graag zo houden. Oeh, het gaat knipperen jongen. Knipper, knipper, knipper. Het is net een stoplicht waar je niet op tijd voor kan stoppen en dat dan toch nog gaat knipperen. Zo van, hey, ga stoppen. Ik wil kip. Kip, kip. Zo noemen wij ze, hè. Wij noemen kippen, noemen we geen kippen meer. We noemen ze voortaan kiepen. Kiep. Wil jij kiep of kalef op je doerum? Dan zeg ik natuurlijk altijd, kiep, kiep. Waar is kiep? Ik hoor wel kiep, maar ik zie hem niet. Kiep. Kiepja. Kiepja. Oh, groot heilig ei. Kiepja. Waar is kiep? Kiep? Ik heb ook nog geen kalf gezien trouwens. Ja, ik hoor hem wel, maar ik zie hem niet. Kiepen ben je. I wanna see kippen. Dat was trouwens het eerste wat we zagen toen we op dit eiland aankwamen. Een kip. Hoe epic is dat? Dat is het eerste wat we zagen. We liepen het strand op. Hey, kip. Nice. Kijk, schaap. Wil je schapen doen? Schapie doen. Lekker. Waar is schaap?
Hallo. Hij staat naar een vine te kijken. Ja, dat is natuurlijk ook wel heel interessant, schaap. Dat snap ik ook. Maar dan gaat hij daar naartoe kijken. Wat is dat toch allemaal te zien, jongen? Hoi. Hallo. Weer dood? Weer dood? Mag hoor. Zal ik de volgende keer voor je regelen. Ik heb er nou even geen tijd voor. Geen tijd om... Oh, kip in nood. Ik ga rescue de kip. Kip, 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 kip. Kip, jongen. Jij hoort niet onder water. Zo. Kom op. Stap er maar op. Kip, ga ik jou redden. Rescue de kip. Hoppakee. Kom. Stel me niet aan. Dan heb ik je een map, hoor. Hop. Zo. Op de kip. Ari, kom nou. Kom. Ga naar het land. Ga naar het land. Je bent een kip. Jij hoort niet in het water. Hop. Zo. Ja. Oh, die kant op. Zo. Nee, niet die... Niet die kant op. Ik weet dat je graag in bad wil, maar jij gaat die kant op. Kom op, kip. Even luisteren naar de baas. Ik ben hier de koning. Ik bepaal dat jij hier niet mag. Zo, muurtje bouwen. Ja, mag je niet overheen. Begrepen? Als je er toch overheen gaat, heb jij een probleem met mij. Gesnopen? Jij bent een kip. Jij luistert naar wat ik je zeg. Serieus, die kip, jongen. What the fuck? Weet je wat? Oké. Weet je wat? Ik weet dat ik de heilige kip nu heel boos ga maken. Maar dat boeit me even niet. Ik ga jou slachten. En jij gaat op mijn doorm. Zo. Keep of je doorm. Lekker keep op mijn doorm. Stomme rotkip. Ja, serieus. Als je niet wil luisteren, dan moet je me voelen. Ik heb je de kans gegeven om te ontsnappen. Hij loopt er gewoon echt langs. Rotbeest. Man. Ja, hey, weet je, kip. Eigen schuld. Helemaal geen problemen. Mij maakt het niet uit, hoor. Ik wil die redden. Als jij niet gered wil. Hij is gereïncarneerd. Wow. Heilige kip. Heilige kip. Een soort Jezus onder de kippen is dit. Vandaar dat hij natuurlijk over het water probeerde te lopen. Oh. Zie je, er is overal een reden voor. Dit is gewoon Jezus kip. Oh, grote heilige kip. Of nee, kleine heilige kip is dit. Kleine heilige kip. Ga je ook het water in? Blijf hier. Hij blijft hier. Mooi. Goed bezig, kip. Goed bezig. Hey, Falco Gamers. Nou, we toch iets hebben over goed bezig zijn. Er is me de afgelopen tijd heel veel gevraagd wanneer ik een nieuwe Atlaan toe ging voegen aan Atla. Wanneer wij nieuwe bouwers kregen. Nou, ik heb er gisteren toevallig eentje toegevoegd. Dat is geworden, en hij weet het zelf ook al, Mr. Scoos, of Mrs. Scoos. Die heeft ook een eigen kanaal, Weekly Animated. Ik zet het even heel groot in beeld neer. Klik er even op, abonneer even op hem, want hij gaat dus ook video's van Atla maken. En hij kan dat echt super, super goed. Hij heeft een hele fijne stem om naar te luisteren. Niet zo'n kiddie stem, maar gewoon lekker een dragende, goede stem. Als je zoiets hebt van, ik wil meer Atla, abonneer dan even op Weekly Animated van Mart. Want Mart die gaat ons helpen met Atla op te bouwen, met dit nieuwe eiland op te bouwen. En ik vind dat die gozer gewoon echt wat meer abonnees verdient. Want hij is gewoon epic met video's maken. Hij heeft ook wel eens een paar gastrollen op Falco Games gehad. Hij heeft voetbal met CJ gedaan. En dat was echt super populair. Dus vandaar dat ik ook zoiets had van, Mart, jij kan het, jij hebt het in je. Jij gaat mij helpen met Atla herbouwen. En ik moet zeggen, er komen binnenkort weer nieuwe mensen bij Atla bij. Het is niet zo dat Mart de laatste is, absoluut niet. Er komen gewoon nog een heleboel mensen bij. Want ik had begrepen dat Boar van een gamekanaal van Ronald, Koning Ronald, dat hij ook alweer op zoek was naar nieuwe mensen. En die gasten die zijn al met z'n 11 of zo en wij met z'n 6. Dus we moeten echt eventjes wat meer nieuwe mensen hebben. We hebben nu dus Mart, Weekly Animated. Klik even op zijn kanaal, abonneer even op hem. Hij verdient het gewoon, jongens. Geef hem eventjes wat Atla steun. Wij zijn met z'n allen Atla. En als wij Atla groot willen maken, dan zullen we ook een groot kijkersaantal moeten hebben. Dus abonneer even op Mart. Voor nu ga ik jullie vragen om 1000 groene duimpjes te doen op deze video. En dan zie ik jullie natuurlijk morgen weer terug bij meer avonturen hier op dit gloednieuwe eiland van Atla. Als je ideeën hebt voor dit eiland, behalve een fort of een haven, zet ze in de comments neer. Dan gaan wij kijken wat we daaraan kunnen doen. Want verder hadden we niet echt heel veel ideeën. En Falco Gamers zitten meestal wel vol met ideeën. Dus daar gaan we lekker gebruik van maken. 1000 groene duimpjes. En dan zie ik jullie morgen weer terug hier op een gloednieuw eiland. Een gloednieuwe tijd voor Atla. Mazzel!